Er zijn ook veel mensen die willen het weten. Hier komt Sinterklaas nog langs bij jullie vanavond. Geen idee. Hij kondigt het niet aan, toch? Nee, maar hij was laatst langs geweest natuurlijk. En hij was wat geïrriteerd, volgens mij. Hij had er niet echt zin in dit jaar, toch? Nee, weet ik niet. Hij was een beetje toch? Ik heb gezegd dat hij de traditie in stand moet houden. Dat ook ons publiek het verwacht van hem. Ja, maar goed, hij was ook boos op het filmpje wat we vorige week van hem hebben laten zien. Tenminste, dat begreep ik. Dat is echt maar voor dat salaris wat hij verdient, mag hij best Sinterklaas spelen, weet ik. Ja, directeurtje wel, ja. Maar... Nou ja, vorige week hadden we AT5-beelden laten zien. Heb je dat gezien? Dat hij als verslaggever stond, maar dan stond hij een beetje van lul. Die had hij ook koorts gehad, was hij ook zo afgevallen? Ja, was hij enorm afgevallen. Maar hij stelde steeds vragen en dan werd hij een beetje belachelijk gemaakt. Heb je helemaal niet gezien? Dat maar nee, directeurtje zo met die microfoon. Ja, maar Jan heeft het niet herkend. Volgens mij is dat normaal in dat programma hier, dat je een beetje belachelijk wordt gemaakt. Ja? Nee? Nou, dat voelt een beetje aan zo, weet je. Geen idee waar je het over hebt. Maar we hebben nog wat materiaal van hem gevonden. Dat is wel leuk. Kijk, dit was van oud materiaal van, nou ja, even kijken, 1995. Marco Laurens als sterverslaggever bij AT5. Vandaag was het dan eindelijk zover. De commissie van Traa kwam met haar eindreportage van de IRT-enquête. Ruim 5000 pagina's dik, samengevat in dit boek. De uitspraak van het Hof levert interessante mogelijkheden op voor de automobilist die een klem heeft gekregen. Met dit kaartje dat ik zojuist heb gekregen van de bestuurder van deze auto, omdat hij toch weer gaat, kan ik nu naar de dienst parkeerbeheer. Met het verhaal dat mijn kaartje per ongeluk van mijn dashboard onder mijn stoel is gevallen. Het geld dat ik moet betalen voor de parkeerklem en de boete krijg ik netjes terug. Immers het bewijs dat ik keurig heb betaald, heb ik hier in mijn handen. Maar voordat een paard, zoals bijvoorbeeld Barney hier, gewend is aan ontploffende bobbetjes, rook en rennende mensenmassa's, moet het eerst een uitgebreide training ondergaan. En die begint hier, bij het hoofdbureau van politie aan de Elandsgracht. De man, de uitstraling, die blik in zijn ogen, hoe die dat doet. En dan snap je ook waarom zo'n John de Mon natuurlijk zo'n jongen heeft gedaan. Godverdomme. Pakkenweer is het ook werkelijk. Maar goed, dat zie je nou, de kwaliteiten en dat je ne sais quoi-achtige uitstraling die meneer Laurensen heeft. En daarom is hij natuurlijk ook tot directeur benoemd. Dat snap ik natuurlijk enorm goed. Sinterklaas. Goed, zullen wij... Waar bent u? Hallo? Waar bent u precies op dit moment, Sinterklaas? Ik zit even te kijken. Wie is daar? Wie hoor ik? Ja, Wilfred Gené, Veronica en Seid. Waar staat u precies op dit moment? Oh, Jezus. Dag, meneer Wilfred. Ja, ik sta hier momenteel, u ziet het al buiten, op het dak. Dus wij kunnen ook helaas niet naar de studio komen. Ik had natuurlijk dolgraag, dat begrijpt u, even langs willen komen om even met u met de man te praten. Maar ja, de plicht roept. Het is pakjesavond bijna, dus ik moet er zo vandoor. Nee, ho, dat kan echt niet. Ik ben vast en zeker in de buurt, zie ik nu wel. Sinterklaas, je kunt toch wel even langskomen? Ja, toch? Sinterklaas, ja. Het regelt allemaal. Ja, dank. Het moet elke keer slechter. Hallo. Goeiedag. Goeiedag, joh, hè? Ja. Hallo allemaal. Dag. Goedenavond. Hallo. Alles goed? Dag. Ik zal even een kleine box geven. Zo. Hallo. Dag. Hallo. Goedenavond. Ah, jij bent er ook. Ik heb je brief ontvangen. En ik heb het even nagekeken. En je moet die zalf echt aan de binnenkant van je anus proberen in te brengen. Ja? Nee. Hallo. Dag allemaal. Hallo. Alles goed? Hoe is het met je enkelband? Ja? Prima? Zit allemaal lekker? Prima. Goedemiddag. Je mag gewoon in beeld komen ook. Het is net of Amerika midden zijn gezicht heeft geschopt. Goedemiddag, mannen. Goedenavond. Mogen we hier zitten? Ik zal eventjes netjes gedag zeggen. Dag meneer Johan. Daar zit de klas. Ah, meneer Jan. Even de elleboog van meneer Jan. Wat gezellig. Ja. Goedenavond allemaal. Zo, even kijken of het 1,5 meter... Ja, uitstekend. Jongeman, hou jij eens even de staf vast, want er zit straks even ontsmetten. Dag meneer Wilfred. Dag Sinterklaas. Dag René, oude dibbes. Zo jongens, hoe is het hier? Nou, wat gebeurt het afgelopen jaar? Weinig. Nee, maar meneer Jan, dat houdt niet voor mogelijk. Stel dat je mafkeest. Nou, dat valt wel mee. Nee, maar alsjeblieft zeg, dat is toch werkelijk. Ik lag nog niet aan de zwembad, want er stond er weer. Ja, Sinterklaas, zus en zo. Nee, werkelijk. Ach, meneer Wilfred ook, dat is toch ook sneu. He? Meneer Wil, waar u allemaal voor bent uitgemaakt. Ik heb dat even in mijn boek gelezen. Ja, daar lacht u nog om, maar Judas, verrader, NSB'er. Dat waren alleen nog maar je vrienden. Nee, maar...
werkelijk. En dan meneer Johan. Meneer Johan, die is gewoon, dat heb ik dus ook gelezen in mijn boek. Dat is de vrouw van meneer Johan. Die heeft dus voor gezorgd dat hij de helft van zijn salaris heeft moeten inleveren. Nee, dat is werkelijk waar. Hij is er nog ziek van, nee. Nee, maar dat is echt een ijskou, hoor. Die vrouw denkt, als hij de benen op elkaar doet, dan slaat bij de buren automatisch de verwarming aan. Nee, maar je lacht dan om. Maar wat gebeurt hier? Werkelijk, ik vind het niet normaal. En ik kom dan één keer per jaar kom ik dan op en neer uit Spanje. Nou, dat is nog te doen. Maar meneer Johan, die gaat gewoon 3 keer per week naar dat kutgollen. Ik weet niet wat die allemaal aan het doen. En dan meneer René ook. Dat is ook weer sneu. Die is er gewoon getrouwd. Meneer Jan, die is er gewoon helemaal ingeluist. Die is gewoon verbonden in echt. Ja. Maar schijnt dat hij gelukkig is. Nou, ik zeg maar zo, meneer Jan, ik trek me nog liever af met een kaasras. Werkelijk. Ik hoop zo dat mijn kinderen al op bed liggen. Maar wel, meneer Jan, ontzettend leuk om u nou ook eens een keer te zien. Want ze zitten hier altijd maar te pesten met dat Feyenoord. Nee, die gasten. Dat is ook niet leuk. Hè? Trouwens, ja, maar jij hebt het ook verleden jaar naar de klote geholpen. Nee, dat was gewoon een gebbetje. Maar kijk, meneer Jan, Feyenoord en Sinterklaas hebben ook veel met elkaar gemeen. Hè? Wij zijn allemaal in rood en wit. En niemand gelooft er meer in. Nee. Hey. Weet u, meneer Johan, wat meneer Jan doet als Feyenoord de Champions League heeft gewonnen? Dan zet hij zijn PlayStation uit en gaat hij slapen. Maar goed, jongens, ik moet het een beetje kort houden, want ik moet zo weer de daken op. Ik neem aan dat ze hier wel weer zo'n filmpje hebben gemaakt. Ik hoop niet al te lang van afgelopen jaar. Zullen we daar eens eventjes naar kijken hoe dat gegaan is? Kom maar. Je kan bij mij beter niet inbreken. Want? Er is niet veel te halen. Nee? Maar ze hebben al je kleding meegenomen, zie ik. Nee, niet? Nee. Dus zij de Tour de France gewonnen. Wat is dat mens aan, joh? Stilte nog onverdovender dan daarvoor, dan anders. Eigenlijk had hij moeten zeggen, kut. Nou, maar hij zat er wel mee. I would like to express my and repeat regret and apology. Ik was nog nooit in de bananenbar geweest. Dan gaat een juffrouw, die gaat met de bibs op de bar zitten... en plotseling schiet ze een pingpongbal uit haar kut zo op mijn hoofd. Want als ik er nou heen ga, dan heb ik altijd zo'n tafeltennisbek gekregen. Hier is gewoon helemaal niks mis mee. Nee. Zit er ook van die chique balletjes bij om in je hol te staan? Ja. Die easy toy van Jan de Soek. Ja. Dit is een heel onsmakelijk gezicht. Zo ligt het in Harderwijk ook. Heb je dat nog meegekregen, Johan? Er was een betoging in Leeuwarden. Er waren 2000 mensen, Black Lives Matter, kwamen daarvoor betogen. En er kwam er één man als Zwarte Piet. Weten we zeker dat het niet Aquasi is? Ik ben alles al geweest, behalve pedofiel. Dus ik zal ook nooit een klein jongetje over zijn bol aaien, want dan ben je de lul. Jij speelt niet heel stiekem voor Sinterklaas, dadelijk. Nee. Ja, meneer Jan, werkelijk. U bent toch de enige die hier wil komen, ongeveer. Ja, maar goed. De anderen willen niet meer komen. Jongens, ik heb er wat cadeautjes meegenomen. Alleen al ben ik alleen de zak vergeten. Wacht even. Ik heb een Piet bij me, de muziekpiet. Waar is de muziekpiet bij TV cadeautjes? Kom maar even binnenbrengen. Ah, kijk, daar is. Kijk nou eens. Kom maar even hier met de cadeautjes. Dankjewel. Dankjewel, zet hem maar hier dan hier. Zo. Zit dat hier neer. En dat zijn de andere cadeautjes. Ja. Dankjewel. Maar ik heb nog iets voor Johan. Ah, nou, even snel dan. Deel maar even heel uit. Leuk. Wat Johan, de eerste is voor jou. En de groetjes van Engelbert Humperdinck. Hele fijne avond. Dankjewel, Piet. Ja. Ga maar even weg. Niet hard zingen. Dag, Piet. Wat is dat nou? Pakt u maar even uit, meneer Johan. Dat is de nieuwe rage, hè? Kerstrui. Ja, maar niet zomaar een kerstrui. Hè? Niet zomaar een kerstrui. Eens even kijken. Ja, maar dit is de René Leblanc. Ja, tuurlijk. Die wil iedereen hebben. Nou, ja, tuurlijk. Kosten nog moeite zijn gespaard. Moet je kijken. Ja, kijk. Ah, die doe ik naar de mis aan op kerstavond. Ja. Kijk, ik heb hier verder nog. Dit zijn zijwieltjes. Die zijn voor meneer Valentijn. Als hij van de fiets is geflikkerd. Wekkertje, die is voor u, meneer Wilfred, voor het vroeg opstaan. Ja, dank u wel. Ik moet zeggen, ik heb 2 keer geluisterd. Ja. En eerlijk is eerlijk, dat is een fantastisch leuke show. Wel vroeg, hè? 7 uur 's ochtends? 7 uur, ja. 7 uur 's ochtends. Nou, hou het vol, want dat doet u hartstikke leuk. Eens even kijken, wat heb ik hier nog bij me? Dat is een collectebus voor meneer Johan. Nu het salaris, wat is
terug. Eens even kijken wat ik hier heb. Oh ja, dit is een kleine snack voor meneer Jan. Dat is een klein akje mosselen. Ja, dank u wel. Eens even kijken. Wat heb ik hier? Dit is voor. Ah, dit is voor Hansje. De. Oh. Kijk. Krijsports. Krijsports. Mooi hoor. Ja, dit ding, dat is ook dat is voor meneer Wim. Een stukje tapijt. Die wacht op zoek naar een stukje tapijt. Kunt u dat aan hem geven? Ja, bij zijn bank past er goed, hè, rood. Maar dat geeft hij weer terug, hè? Dat weet u, hè? Ja. Ja, maar goed, dat geeft. Even kijken, wat heb ik hier nog bij me? Oh ja, een bordje. Ik hoef niet elke dag op tv. Die is ook voor meneer Hans. En deze is voor, u raadt het al... Bas Nijhuis. Basje Nijhuis, heel goed. Even kijken, meneer René. Ik heb voor u toch ook nog wel een cadeautje bij me, volgens mij. Even kijken, wat is dit? Oh, dit is ook voor meneer Johan. Dat is een cd van de heer Aquasi. Luistert u daar nog maar eens naar. Dat hebben we nog hier in deze zak. Ik heb zoveel spullen bij me vandaag. Even kijken. Oh, dit is nog een beetje mosselen voor meneer Jan. Wat hebben we nog? Ja, meneer Jan, die steekt het allemaal in zijn holle kies. En voordat je het weet... Even kijken wat hier nog allemaal zit. Ah, dit is voor meneer René. Een klein goedkoop horloge dat niet gestolen kan worden, alsjeblieft. Even kijken, dan heb ik nog... Oh, dus een bivakmuts, die is ook voor meneer Wilfred... als dadelijk de coronatijd voorbij is, om weer naar buiten te gaan. Dit zijn de incontinentieluiers, die zijn voor de bandleden, alsjeblieft. Dan heb ik even kijken wat ik hier nog bij heb. Dat is werkelijk een enorme hoeveelheid... Oh, dat is misschien nog wel aardig voor u, meneer Jan. Dat zijn nog wat mosseltjes. Dan heb ik hier, ja, niet echt origineel, maar nog een kassa voor meneer Dikkie. Dikkie, lekker. Want dat, ja, dat houdt mij niet op. Dan hebben, zijn we er bijna. Even kijken. Een flesje Boomsma. Dat is nog voor meneer Johan. Een berenburgertje van uw favoriete meneer Ari. Even kijken wat ik hier nog heb. We zijn er bijna doorheen. Oh ja, dit is nog voor u, meneer René. Dat is ook wel een mooie. Kijk eens eventjes. Dat is de... Gele kanarie, een vogelvlucht. Alsjeblieft. Gele kanarie. En dan hebben we hier nog ten slotte... En dan gaat Sinterklaas er weer snel vandoor. Even kijken. Dat is... Oh, kijk nou eens... Even kijken of ik erbij kan. Even op de schoot leggen. Dat is nog een pakje mosselen. Goed, mannen. Ik ga er weer vandoor. Ja. Zullen we even afspreken voor volgend jaar? In godsnaam. Een beetje rustig aan. Ja? Moet je die gasten zeggen, hè? Dat is ook zo, meneer Jan. Ik ga er vandoor. Meneer Jan, tot kijk. Meneer Johan, hou het rustig. Dag Sinterklaas. Dag meneer Wilfred. En dag meneer Sinterklaas. Dag allemaal. Tot ziens. Dat was top weer. Dank je wel. Dank je wel, hoor. Tot ziens allemaal, hè. Dag. Tot kijken. Dag. Tot ziens. Dag. Hallo. Tot ziens. Dag meneer. Dag. Tot kijk. Dag. Tot ziens. Dag. Dag meneer Krabbenam. Tot ziens. Ja, hij was er toch weer, hè? Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.